Telespectadores, bem-vindos a este episódio. Hoje, nós temos como convidado no estúdio Guilmar. Kijkers, welkom bij deze eerste aflevering. Vandaag hebben we als gast in de studio Guilmar. Bem-vindo! Kunt u zich voorstellen aan de kijkers? Ik ben Guilmar, ik ben 25 jaar oud. Ik ben een Braziliaan, geboren op 1994. Ik woon met mijn moeder, mijn zusje. En ik ben verder ook een docent, Engels en Portugees docent. En ja, ik kom met mijn moeder en zij heeft ons alleen tot groot gebracht. Wat is uw land van herkomst? Mijn land van herkomst is Suriname. U bent docent? Ja, inderdaad. Welk vak verzorgt u en op welke school? Ik ben een Engels docent op een Engelse school, de GEMS Academy. Ik verzorg verschillende vakken, want het is een lagere school. Ja, dus ik verzorg Engels, talen, aardrijkskunde, geschiedenis. Ja. Daar zijn we met ons drietjes, ik en nog twee dames. Het is heel veel werk, want je weet, om kinderen bij elkaar te houden is niet iets makkelijk om te doen. En verder geef ik ook privélessen, Portugees lessen, bij ITIS. Het is een vertaalbureau aan de Schietbaanweg. Ja, die werkt eigenlijk hard, hè, op zo'n jong leeftijd. Ja, inderdaad. Het is heel goed wat jij allemaal doet. Waarom bent u eigenlijk nog steeds niet getrouwd? Wel, trouwen voor mij is een heel diepe, onderwerp om na te denken. Ja, het is niet een makkelijk ding, want trouwen komt veel verantwoordelijkheden. Ja? Dus wat ik eigenlijk wilde, eerst mijn doelen bereiken, ja, mijn studie afmaken, want mijn studie was heel erg belangrijk voor mij. En daarna denken aan trouwen, zodat ik iets kan betekenen voor mijn gezin. Ja. Dat is heel goed, eigenlijk wat jij allemaal hebt gezegd. Want als je eenmaal getrouwd bent, heb je heel veel wat verantwoording in het leven. Ja, inderdaad. Je gaf mij aan dat je ooit verliefd bent geworden op iemand. En je bent een Braziliaanse jongen. Dus je moet kunnen, hè, jongen. Gewoon doorgaan. Gewoon zeggen, ik hou ontzettend veel van je. Kisi se tum pyar karo to phir izhar ko karo. Kahina phir der ho jaye, kabina phir der ho jaye. Ye ek jhalak main aapko deti hoon. Als je het niet zegt, dan is zij al weg. Heb je weer pech. Ja, inderdaad. Ja? Ik heb mijn les geleerd. Ja, oh, dat ik niet voor mezelf moet houden. Als ik iemand leuk vind, moet ik gewoon naar de persoon gaan, kennis maken en er zeggen dat ik het leuk vind. Ja? Want het ergste dat ze kan zeggen is een nee. Ja? Ik verwacht dat ze me gaat slaan of dat ze me gaat doodschieten of wat, of ze me naar gevangenis gaat brengen. Dat verwacht ik niet. Dus een nee is het ergste wat ze kan zeggen. Je moet gewoon durven. Je moet gewoon durven. Gewoon zeggen, ik hou ontzettend veel van jou. Gewoon durven. Niemand gaat jou niets eigenlijk zeggen of weet ik veel. Je moet nooit bang zijn in het leven. In het leven moet je altijd proberen om te durven. Want als je niet durft, als je niet gaat proberen, weet je eigenlijk nooit wat je wil. Inderdaad. Ja. Ja? Dus je gaat wel durven? Ja. Promise? Promise. Oké. Okay. Kijkers, bedankt voor uw aandacht. Dit was Fosha Piru voor het programma. TBN Talk with Fosha.